Opname.
Nee. Nee. Ik sta er net. Smalle dag. Maar auto met de heren. Maar dat valt wel mee. 62, waar ben jij? 72. Kijk, goed. Ja, altijd baas boven baas. 52 ben je geboren? Ja. Of 51? Nee, 52. Goed, joh. Ik kreeg moeder een keertje geen kind. Dus ik kreeg er eentje 49, eentje 50 en eentje 51. Oh ja, heeft papa in ieder geval zijn best gedaan. Hij heeft niet alleen met plassen versleten. Nee. Zo. Ze waren allemaal welkom, want mijn vader had een goede slagerij. Dat was een lange, slanke man voor zijn generatie. Hij was even lang als ik. Maar dat was slank, die zet je niet zo'n zware, dikke slager voorstelt als je dat op televisie ziet. Ja, dus bij een slager denk je gelijk aan hem. Ja, precies. Had je hier reclame gevrolijk met Mimi Kok. Pontje vlees voor de hond, slager. Zit die slager een pak vrolijk in? Wat is dat nou, slager? Vrolijk mevrouw, er zit alles in wat die hond nodig heeft. Mijn vader was echt een ambachtelijke slager. En ik had hem pas één keer in mijn leven horen schelden. En toen bij die reclame hoorde ik hem ineens zeggen, loopt de klapper. Wat hoort hij? Hij zegt, je gaat er niet een pak vrolijk verkopen, je een pond vlees kan verkopen. Ja, het is ook een dankje, jongen. Ik wist niet hoe ik het had, mijn vader voor de tweede. Ik was in de 20, ik hoorde mijn vader voor de tweede keer in mijn leven. Nee, nou ja, gelijk heeft hij. Ik schrok me rot, ik wist niet wat ik hoorde. Nooit schelden, nooit vloeken. En jij ook niet, Tana, ook nooit schelden, nooit vloeken.
Bon, ja. Dankjewel. Vraagje, verkopen jullie kurkentrekkers? Dat is ook degene die je zoekt. Komt goed uit. Dank je. Hoi. Oké. Okay.